Welkom bij Nog Spellen, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Tomb Robbers, een uitbreiding voor Escape Room The Game, uitgegeven door Identity Games. Het is een spel wat je kan spelen met 2 tot 5 spelers en je bent er maximaal een uur mee bezig, want dat is de deadline die je hebt om alle puzzels op te lossen en in dit geval uit een Egyptische tombe te ontsnappen. We zijn natuurlijk op zoek naar de rijkdommen en schatten die de Egyptenaren begraven met hun machtsbekleders en onderwijl willen we ook veilig weer naar buiten komen. Ik ga je niet nogmaals helemaal uitleggen hoe het basisspel gespeeld wordt. Ik wil jullie vooral even een beetje een idee geven van wat Tomb Robbers te bieden heeft, zonder dat ik daarbij uiteraard ga verklappen welke oplossingen je nodig hebt om naar buiten te komen. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er precies in deze doos zit. Zoals de voorkant al aangeeft, om het spel te kunnen spelen heb je het basisspel nodig en wij krijgen in totaal 3 enveloppes, deel 1, deel 2 en deel 3. En de gebruikelijke hintkaarten die je op bepaalde momenten mag inzetten, mocht je vastlopen. Maar dit is wat we krijgen in de prachtige Egyptische sfeer, met op de achterkant nog wat stukjes verhaal om je mee te nemen in wat er nou precies gebeurt. Dus laten we snel maar eens kijken wat deze Tomb Robbers te bieden hebben. Zoals we gewend zijn in Escape Room, The Game, gaan we weer door 3 verschillende puzzels heen werken om uiteindelijk de oplossing te krijgen. Elke puzzel zit in de envelop. We hebben natuurlijk de decoder nodig uit de base game samen met de unieke sleutels. En we hebben in totaal 60 minuten de tijd om deze op te lossen. In dit geval staat de introductie hier op de achterzijde van envelop 1. Zoals we gewend zijn uit andere spellen, als je de flap van de envelop opent, staat hier de inhoud. Check even dat je altijd alles hebt. Je haalt de inhoud er vervolgens uit. In dit geval kan ik nog niet zo heel veel verklappen daarmee. We krijgen een hiërogliefen woordenboek. We krijgen dit stuk karton met de gaten erin gepunst. En we krijgen deze 2 lijnen, deze 2 tabletten. Nou, hier staat al natuurlijk in het verhaal een beetje uitgelegd wat je daarmee moet gaan doen. En hoe je daar het antwoord mee kan vinden. En zo probeer je dus op te lossen aan de hand van de componenten die je hier krijgt. Welke 4 sleutels je nodig hebt, in welke volgorde om het eerste antwoord te geven. Mocht je dus op een bepaald moment echt vastlopen, bij 55 minuten zou je deze kaart mogen gebruiken. Daarvoor heb je de decoder nodig die ook in de base game zit, dat rode schermpje. En dan kun je hier de hints op lezen. En zo heb je allerlei hints om je in ieder geval door het spel heen te begeleiden. Maar het mooiste is natuurlijk als je die niet nodig hebt. Heb je de juiste sleutel ontdekt? Heb je de eerste puzzel opgelost? Ga je natuurlijk naar deel 2. Jullie zien al dat het een wat dikkere envelop is. Maar ik ga jullie niet verklappen waarom die dikker is. Maar hier staat natuurlijk weer het verhaaltje op. Je haalt de componenten eruit. En wat je hier ook al ziet, wat je nodig hebt, is een smartphone. En dat is een heel leuk element wat ze in deze puzzel geïntegreerd hebben. Verder als dat kan ik niet gaan, want dan ga ik in spoiler territory komen, zoals ze dat zo mooi zeggen. Dan ga ik dingen verklappen die ik niet wil verklappen, om jullie speelplezier niet te ontdoen. Maar je gaat dus weer 3 leuke escape room puzzels oplossen, die in elkaar verwoven zijn middels een verhaal. En allemaal doordrenkt zijn met een prachtig Egyptisch thema. En lukt het je om binnen de 60 minuten de 3 puzzels op te lossen, dan win je Tomb Robbers. En zo wordt het gespeeld. Ik ben gek op puzzelen en dit soort escape room spellen vallen bij mij ook over het algemeen goed in de smaak. Maar waar ik kritisch naar kijk is, zijn de puzzels in mijn optiek logisch? Hè? Kun je er op een normale manier bij komen of moet je echt hele rare sprongen maken in je gedachten? En zijn de componenten waarmee je de puzzel doet fatsoenlijk? En natuurlijk, is het een leuk verhaal? Heb ik een toffe ervaring meegemaakt? Want het nadeel van een escape room spel is, als je de oplossing eenmaal weet, kun je hem niet nog een keer spelen. Dus de 60 minuten die je hier maximaal aan spendeert, moeten wel de moeite waard zijn. Dus vanuit die optiek kijk ik naar Tomb Robbers. Tomb Robbers krijgt van Identity Games een moeilijkheidsgradatie van 3.5 op een schaal van maximaal 5 punten. En ik moet zeggen, het is een hele leuke puzzel.
zoals jullie misschien al weten, ik ben een fan van het Egypte-thema, dus dat is iets wat me hierin al aansprak. Maar de verschillende puzzels die hierin zitten verwerkt, zijn erg tof gedaan. Een aantal puzzels zijn, ik speel over het algemeen dit soort spellen met z'n tweetjes, die zijn leuker met meer spelers. Een aantal puzzels zijn prima met z'n tweetjes, maar in zijn totaliteit hebben we met z'n tweeën het makkelijk kunnen oplossen. Maar ik vond hierin een aantal grappige elementen verwerkt, die ik niet zo heel vaak zie in dit soort kleinere escape room spellen. Waarom ik moet heel voorzichtig zijn met wat ik zeg, want ik wil niks verklappen. Maar voornamelijk envelop 2, de gek dikke envelop, daar zit gewoon een heel grappig mechanisme in waar ik aangenaam door verrast werd. Maar de totaliteit van deze Toon Probbers viel ontzettend goed in de smaak. Het is een leuk verhaal om te beleven. De puzzels die erin zitten zijn pittig, maar zijn zeker goed te doen. Je moet zoals altijd goed lezen, goed kijken naar wat is er, wat wordt er precies van mij gevraagd en wat voor informatie zit er verstopt hier en daar binnen alle verschillende aspecten. En blijf vooral ook met elkaar communiceren, want 60 minuten lijkt altijd een hoop, maar het vliegt voorbij, zeker als je dubbel werk gaat doen. Dus wat mij betreft absoluut een aanrader als je houdt van Escape Room The Game. Is Toon Probbers een leuke variant die wat mij betreft erg goed wegspeelt en daarom ook een 8 heeft gekregen. Spellen Zolder.